Een terreuraanslag is eigenlijk een verstoring van de openbare orde. En het handhaven van de openbare orde is een zaak van justitie en binnenlandse zaken overigens. Dagenlang werd het nieuws beheerst door de gijzeling van de Franse ambassadeur in Den Haag door 3 Japanse terroristen. Toen bepaald werd dat een eenheid van defensie bestemd was voor het optreden tegen terreur, werden wij als het ware uitgeleend of gedetacheerd onder de paraplu van justitie. In de vorige video over de BBE Mariniers hebben we gekeken naar de oprichting van deze bijzondere bijstandseenheid als gevolg van een golf van radicalisering, extremisme en terrorisme. Samen met de BBE Krijgsmacht en de BBE Rijkspolitie waren ze de eerste antiterreureenheden van Nederland waarbij de BBEM een close quarters combat taak had. Zij waren in feite onderdeel van de 11e Infanteriecompagnie, maar hadden de BBE als neventaak en dat was het binnendringen van door terroristen bezette objecten. Na de eerste succesvolle inzet van deze mariniers bij de Scheveningse strafgevangenis kreeg Nederland steeds meer te maken met terrorisme. Dit keer vanuit de Zuid-Molukse gemeenschap waar men streefde naar een onafhankelijke republiek der Zuid-Molukken. Door bijzonder ongevoelig en onderdacht handelen van de Nederlandse overheid in de nasleep van de dekolonisatie van Nederlands-Indië was in de marge van de samenleving een pijnlijke koloniale zweer gegroeid die jarenlang door had kunnen etteren. Tot op de dag van vandaag is deze wond niet geheeld. Zeven dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Op 2 december 1975 om 9:50 werd de stoptrein Groningen-Zwolle met een noodrem tot stilstand gebracht. Zeven Zuid-Molukse jongeren hadden de trein gekaapt. Zij waren kinderen van Molukse knulmilitairen die in de jaren 50 met hun gezinnen naar Nederland waren gekomen. Het verblijf zou tijdelijk zijn, maar 20 jaar later was de situatie nog steeds uitzichtloos. De kapers eisten dat de Nederlandse regering zich moest gaan inzetten voor een onafhankelijke republiek der Zuid-Molukken. Bij de BBE Mariniers ging die ochtend van 2 december het alarm. Ruud Kloppenburg was op dat moment de commandant van de 11e compagnie. Kijk, het was op 2 december gebeurde het. En het was dus in de winterperiode, ik weet nog wel, het was steen en steenkoud. Voordat het kraakte. En wij zijn dus opgeroepen. Het gebeurde 's morgens, geloof ik, als ik me wel herinner, om een uur of 9. En wij werden dan gealarmeerd via het hiërarchieke systeem. En uiteindelijk kreeg ik van mijn commandant van 1 AGP te horen dat er een gijzeling was. En dat we met de BBE van met één peloton plus natuurlijk staf naar Drenthe moesten. Naar Assen. Nou, niet naar Assen. We moesten naar Bijlen. 2 december begon het. Het begon natuurlijk heel, heel tragisch. De machinist die werd gelijk doorgeschoten. Het ging om 7 kapers. De machinist werd gelijk in zijn borst geschoten. Was niet gelijk dood. Moest nog nageschoten worden. Dat was een drama. Daarna zijn er nog 2 gijzelaars. Of gegijzelden moet ik zeggen. Zijn om het leven gekomen. Ook doodgeschoten, waarbij met name de laatste, waarbij iemand echt op zijn knieën in het portaal van de trein zat en met een wapen in zijn nek werd doorgeschoten. Ook die was niet gelijk overleden. Dus die hebben ze ook nog na moeten schieten. Zijn ze zelfs nog vooruit de trein geklommen. Maar het is natuurlijk frustrerend, zeer frustrerend, dat je dan niets mag en kunt doen. Dat is heel erg, ja, dat is heel erg. Je ziet gewoon mensen voor je ogen geliquideerd worden en er gebeurt niks. Je kunt niks doen. Wij kunnen niet zelf beslissen, nu gaan we er tegenaan. Dat is aan het bevoegd gezag. 2 dagen na het begin van de treinkaping bij Wijster vond er nog een gijzelingsactie plaats. Op 4 december bezetten Molukse jongeren het Indonesisch consulaat in Amsterdam en gijzelden de werknemers. Het was de eerste keer dat Nederland te maken kreeg met 2 gijzelingen die tegelijkertijd plaatsvonden. Ook voor de BBE was het schakelen omdat zij hier niet te voorbereid waren. Er werd daarom snel een groep samengesteld van mariniers die bij andere eenheden zaten, maar wel het kwaliteitsnummer BBE hadden, zodat zij de gijzelingen in Amsterdam konden afhandelen. Uiteindelijk eindigden na ongeveer 2 weken beide gijzelingen zonder inzet van de BBE. En Wijster ging de boeken in als eerst gelukte treinkaping ter wereld.
Helemaal rechts in het midden van deze opname staat de lagere school van Smilde, die door de gijzelingsactie zo plotseling in het nieuws is gekomen. Het is 9 uur in de ochtend als 9 Zuid-Molukse jongeren de intercity van Assen naar Groningen kapen, ter hoogte van het Drentse dorp De Punt. Tegelijkertijd werden er in een lagere school in het eveneens Drentse boven Smilde 105 kinderen en 5 onderwijzers gegijzeld. De BBE was nu wel voorbereid op 2 acties die tegelijkertijd plaatsvonden en die ochtend moesten er direct 2 pelotons naar Drenthe. Opnieuw werd er door de Molukkers geëist dat de Nederlandse regering zich ging inzetten voor een onafhankelijke republiek der Zuid-Molukken, waar anders dan de vorige keer vielen er niet direct doden. Wel koos de Nederlandse regering ervoor om net als bij Wijster zoveel mogelijk tijd te rekken met onderhandelingen om de kapers af te matten en om hun wil om door te gaan aan te tasten. Deze onderhandelingsstrategie staat ook wel bekend als de Dutch Approach. En we hebben ons ook in eerste instantie geconcentreerd op de school. Niet zozeer op de trein, maar op de school. En dat was in zoverre dramatisch. Er werden 105 kinderen gegijzeld. 5 leerkrachten, waar 4 terroristen. Wat ook dramatisch was, dat weet ik ook nog wel, dat op een gegeven moment zeiden die kapers ze hadden dezelfde eisen als die mannen in de trein. Het was ook een beetje een ondersteuningsactie, zo zagen ze dat zelf ook. Dat als ze aan die eisen niet voldaan zou worden, dan zouden ze een handgranaat tussen de kinderen gooien. En ik heb dat nog eens nagelezen, die hoofdonderwijzer die heeft toen die kinderen aan de zijkant van de school gezet, in die zaal. Er was al een afspraak dat wie zich op die handgranaat zou storten, als die gegooid zou worden. Dan praat je over moed en leiderschap, hè? Maar goed, uiteindelijk ging ik met die kinderen werden ziek, kregen een virus. En die kinderen werden dus dan op een gegeven moment vrijgelaten allemaal. Plus 1 leerkracht. Dus uiteindelijk eindigde het daar in de school na een paar dagen met 4 kapers en 4 leerkrachten. De kinderen in de school werden 4 dagen na het begin van de gijzeling vrijgelaten. Vanaf toen verschoof voor de BBE de focus naar de gekaapte trein bij De Punt. Hier werden 54 burgers gegijzeld. En later zouden er nog 3 worden vrijgelaten. Vanaf dag 1 was er bij de trein al afluisterapparatuur geplaatst, waardoor men redelijk goed op de hoogte was van de situatie in de trein. Na meer dan 2 weken was de situatie er niet beter op geworden. Zowel de burgers, de kapers en de mariniers zaten er doorheen. Er waren op de 9e was er een delegatie nog naar de trein geweest. Die delegatie was min of meer verteld dat het de laatste kans was om de zaak te beëindigen. Maar in plaats van te beëindigen, hadden ze de delegatie een briefje bij zich, waarop stond dat de kapers moesten volhouden. En dat ze bezig waren om een land te vinden waar ze met een vliegtuig naartoe konden. En dat land, dat was Benin. Nou, of all places. In ieder geval, dat was dus niet echt een briefje, overigens is pas later gevonden, na afloop. Maar het heeft vrij lang geduurd, die onderhandelingen. Ze hebben ze ruim de tijd gegeven, maar op een gegeven moment kwamen ze terug en zeiden, ja, ze geven zich niet over. En, ze hadden een brief bij zich van de kapers en daar stond in dat ze vasthielden aan hun eisen van een bus naar Schiphol en een vliegtuig naar een land wat ze dan zouden laten weten op Schiphol. En zo niet, dan zouden ze zich bij een aanval doodvechten, maar ze zouden dan ook alle passagiers doden. Nou, zo'n dreigement moet je denk ik wel serieus nemen. Dus er was geen uitzicht meer op een beëindigen van de situatie op een vreedzame manier. Dus het plan is uitgevoerd. Dus 4 uur 54 kregen we het codewoord door van de PG, of van de LPD namens de PG, Mercedes. En toen gaven we door aan de liaison-officier van de Koninklijke Marseille die we bij ons hadden. En die verbinding had met de precisieschutters Vuren.
Precisieschutters van de BBE krijgsmacht voerden een intense beschieting uit op de compartimenten van de trein waar zich alleen gijzelnemers zouden bevinden. Zo konden de mariniers gedekt de trein vanuit noordelijke richting benaderen en zouden ook de gijzelnemers niet richting de gegijzelden kunnen gaan. Daarnaast moesten 6 Starfighter straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht schijnaanvallen uitvoeren door laag over te vliegen met hun oorverdovende navenbranders. Een team van Kickforce-mannen simuleerde vervolgens de inslagen van vliegtuigbommen door explosieven naast de trein te laten ontploffen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat iedereen in de trein plat op de vloer bleef liggen. Het vuur van de precisieschutters stopte precies op tijd, zodat mariniers in 5 aanvalsgroepen ieder naar een vooraf uitgekozen deur konden optrekken, om daar springramen te bevestigen en te laten detoneren. Dan gaat het toch nog redelijk snel, want van het moment van het eerste schot tot het afgelopen was 12 minuten. Maar de actie van de mariniers in de trein heeft maar 3 minuten geduurd. In 3 minuten was de trein veiliggesteld. En toch wel een, mag je gerust zeggen, een trieste afloop. 6 kapers omgekomen. 2 passagiers omgekomen. En 2 mariniers gewond. En een aantal, ik geloof 6 nog andere gewonden. Maar licht. Niet al te ernstig. Omdat men vermoedde dat de kapers in de trein en de gijzelnemers in de school door middel van radio van elkaar situatie op de hoogte konden blijven, werd op hetzelfde tijdstip ook bij de school de aanval ingezet. Ik zat bij de aanvalsploeg, daar was ik de baas van, die naar de ruimte toe moest waar dan de 4 leerkrachten en hopelijk ook de 4 Molukkers in lagen te slapen. Dat was een magazijnruimte. En we waren ook binnen no-time binnen en we hadden meteen de 4 leerkrachten te pakken en 3 van de 4 Molukse jongens. Alle 7 eigenlijk nog in een slaapzak. En dat was voor ons best wel, want je hebt toch het idee dat het lang duurt als je zo'n panzerwagen zit, dat hele stuk rijden, ja 200 meter, maar dat het heel lang duurt. Maar door het gebruik van die artillerienabootsers, doordat die panzerwagens met losse munitie vuurden en door alles wat er nog aan zogenaamde geluidsgranaten door een ploeg van ons werd gegooid. Ja, dat heeft zo'n indruk gemaakt dat degene die als schildwacht bij de hoofdingang op een tafel of op een stoel stond of zat, dat die daar afgesprongen is. Dat was, ik denk, de jongste van de 4. En die heeft zich verstopt onder een wc. Ergens in een. Wij vonden hem later onder de wc, onder de pot ongeveer. En die was zo geschrokken, want die zag inderdaad, terwijl hij door het bovenlicht heen keek, dat was zijn observatiepunt, die zag de M113 echt recht op hem afkomen. En we zijn ook op dat punt zijn we ook naar binnen gereden. Dus die heeft nog geluk gehad. En we hadden eigenlijk binnen de kortste keer hadden we de 4 Molukkers ook te pakken. Dus. En dat is, toen was het eigenlijk afgelopen. Ik ben daar zelf nog gewond bij geraakt. Ik heb met de eerste, wij gooiden als een van de eerste dingen die we deden een aanvalshandgranaat. Er is allerlei glas naar beneden gekomen en ik heb maar gesneden aan dat glas. Dus ik heb nog jaren, dat heeft 40 jaar geduurd, dat duurt nog steeds. Ik kan mijn hand nog steeds niet goed gebruiken. Maar goed, dus, ik mocht wel stiekem in dienst blijven. Bijna 3 weken lang werd Nederland in de greep gehouden door de gijzelingsacties. Het was de langstdurende gijzeling in de Nederlandse geschiedenis. Helaas was het niet de laatste actie van de jaren 70. De werkweek was nog maar nauwelijks begonnen toen in de Drentse hoofdstad Assen gewapende Zuid-Molukkers het provinciehuis binnenvielen en een groot aantal van de op dat moment aanwezigen in gijzeling namen. Onmiddellijk werd de omgeving van het gebouw in een wijde boog door politie en militairen met panzervoertuigen afgezet. De gijzelingsactie bracht in Assen veel schrik teweeg, mede doordat er vaak uit het provinciehuis werd geschoten. Naast een beleidscentrum in het gemeente. Nog een jaar later moeten de mariniers weer in actie komen, toen een zelfbenoemd zelfmoordcommando van 3 Zuid-Molukse jongeren op 13 maart 1978 het provinciehuis in Assen bezette en daar 16 vrouwen en 55 mannen gijzelden. Ze eisten de vrijlating van Zuid-Molukse gevangenen die bij eerdere acties in Nederland waren gearresteerd. Ook eisten ze een bus met vrije aftocht per vliegtuig. Karel van Geitenbeek was de pelotonscommandant van het alarmpeloton en was als een van de eerste ter plaatse. Ik ben toen met een sergeant op verkenning gegaan. Ik ben toen via de keuringsdienst van Waren, waar nu 2 appartementencomplexjes staan,
tot in de fietsenstalling gekomen die op een meter of 20 voor de hoofdingang van het provinciehuis ligt. Toen zijn we gaan kijken in de omgeving en toen kwamen we erachter dat die fietsenstalling, want het was niet een open fietsenstalling, maar één met muren, dat we daar best wel langere tijd in konden verblijven. Of lang, niet. Het was gewoon koud en geen verwarming, niks. Geen voorzieningen. Maar daar konden we ons enige tijd schuilhouden, uit het zicht. Dus wij hebben toen, zijn we teruggegaan, hebben een basis van een avondplan opgezet. Nou, dat plan hebben we uitgemerkt. Wat is de kortste route? Manoeuvre, want het ging ons om de manoeuvre. Hoe komen we zo snel mogelijk via de kortste route, als het nodig is, als het escaleert, naar binnen en in de gijzelruimte en bij de gijzelaars om die te beschermen tegen de manoeuvre. De gijzelnemers stelden een ultimatum voor de eisen voor 2:00 PM de volgende dag. Dat het kon escaleren was bij iedereen duidelijk, zeker nadat de planoloog Code Groot een uur na het begin van de gijzeling voor een raam werd gezet en werd doorzeefd. Ook was een passerende fotograaf geraakt door schoten in zijn buik en werd er een ambulance beschoten. De noodzaak om in te grijpen was daardoor groot. Er werd een noodplan ontwikkeld om zo snel mogelijk in de ruimte te komen bij de gijzelaars. In de voorgaande gijzelingen is tot nu toe alleen een initiatiefplan uitgevoerd. Hierbij ligt het initiatief bij de uitvoerders en kunnen ze zelf bepalen wanneer ze dat plan uitvoeren. Maar bij een noodplan moet er zo snel mogelijk worden ingegrepen. Als de volgende dag de situatie inderdaad begint te escaleren en het ultimatum verloopt, krijgt de BBE groen licht. We hebben afgesproken dat het eerste peloton, het voorste peloton vanuit de fietsenstalling direct de hoofdingang zou binnengaan. Direct naar de eerste verdieping, direct naar de kantoortuin. En dat we daar met 3 ploegen zouden aanvallen. 1 bij de hoofdingang en 2 via zijingangen als het moest door zich door muren heen ook in die kantoortuin terecht te komen. Of door alternatieve deuren, er waren 2 andere deuren nog. En dan de 3 andere ploegen zouden gebruikt worden om op de eerste verdieping de andere hokken of kantoren daar te verzuiveren. Inclusief het kantoor van de commissaris de Koningin. Maar wij zijn eigenlijk in de hoofdruimte zijn we dus meteen naar binnen gesprongen. Daar werd op ons gevuurd. Die sergeant die daar naar binnen liep, is op zijn helm getroffen. Diezelfde paar helm die hier ligt. En die had dus echt een trek, had hij niet eens in de gaten, maar hij deed 2 stappen achteruit en was even de oriëntatie kwijt. En is daarna alsnog weer naar binnen gegaan. Alle andere 5 sergeanten waren allemaal een kop groter. De korporaal die ernaast liep, die werd door een ricochet in zijn pols getroffen. En die marinier, die als eerste naar binnen ging, daar heb ik de helm meer van liggen, van marinier Smink. Die later ridder in de orde van Oranjas geworden. Oranjas, ook de korporaal en de sergeant. En de andere 2 mariniers zijn er meteen ook achteraan gedoken en ze zijn eigenlijk meteen bovenop die 3 lagen, waarvan er 2, want ze stonden op het punt om die meneer Trip en Huizinga te executeren. Ze hadden doodskleden aangetrokken met rangonderscheidingstekens, paars met 3 gouden galons erop. En ze hadden al afscheid genomen van ze bij onderling. En het was gewoon een zelfmoordcommando. Het was echt een zelfmoordcommando. En die hebben meteen op onze vuur geoefend. Ze waren ongeoefende schutters, want ze schoten te hoog. We hadden bijna allemaal stof in ons ogen, omdat ze het gips van het plafond hadden geraakt en dat kwam naar beneden worden. Dat was niet bij de eerste 2-3 laar zo, maar ik had dat wel. Maar we zijn eigenlijk met die ploeg van 5 man, plus commandant BBE, Stuitje, en 3 man van mijn commandoploeg, hup, met z'n 8 en 9 tegelijk naar binnen gegaan, op tafel gesprongen, tegen iedereen verteld dat ze moesten liggen blijven. En die ploeg had meteen al die 3 luid te pakken. De gijzeling van het provinciehuis in Assen was daarmee de eerste gijzeling die door de BBE werd beëindigd door middel van het uitvoeren van het noodplan. Het zou tevens ook de laatste gijzelingsactie zijn van een hele reeks acties van de jaren 70, die voor de BBE-M een belangrijke leerschool is geweest. Zoals we in de vorige video al vertelden, groeide de eenheid uiteindelijk uit tot de Unit Interventie Mariniers, de UIM, die onderdeel is van de Dienst Speciale Interventies, de DSI, van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dezelfde eenheid is als de speciale militaire eenheid, M-Squadron, opgenomen in de Netherlands Maritime Special Operations Forces, NL Marshof van het Korps Mariniers.